Anna van der Breggen, een belangrijke koers en jij staat weer op het bovenste podium. Pieken, dat kun je wel. Ja, nou dat ziet er misschien heel makkelijk uit dat ik het goede moment in vorm ben. Maar dat is natuurlijk altijd lastig. Kijk, een echte vorm plannen, dat is gewoon heel moeilijk. En voor mij, ik heb hem al eerder gepland, maar ik ben ziek geworden het voorjaar. Dus het kwam er gewoon niet uit. En ik reed nog niet heel lekker. En ik voelde wel dat de vorm eraan kwam. En ik heb het gehoopt om deze week goed te zijn en dat geprobeerd voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het gelukt is. Maar dat is wel moeilijk om precies op het goede moment te hebben. Er is veel gezegd over het feit dat de Amstel Gold Race na 14 jaar weer terug is voor de vrouwen. Hoe bijzonder was het voor jou? Heel bijzonder. Het is echt een bijzonder iets om zo'n grote koers nu eindelijk in Nederland te hebben. Kijk, we hebben grote koersen, we hebben veel World Tour wedstrijden al. Maar niet zozeer in Nederland. We hebben in het voorjaar een wereldbeker in Drenthe. En dat is het eigenlijk dan wel. Wel etappekoersen, maar niet echt een World Tour wedstrijd. En met de Amstel Gold Race hebben we er nu een hele mooie bij. Dus... Hoe was het om voor zoveel mensen de Kouberg op te rijden alleen? Pijnlijk. Ja, nee, het is heel mooi en heel pijnlijk tegelijkertijd. Want je bent gewoon helemaal kapot. Maar... Ja, het is heel bijzonder, want we hebben communicatie en je hoort de ploegleider eigenlijk ook helemaal niet meer. En je hoort allemaal mensen en het is een kippenvel moment. Ja. Staat dat bijna op gelijke hoogte met een Olympische titel? Nee, dat nog net niet. Nou ja, kijk, die Olympische titel die heb ik 4 jaar en dat helpt natuurlijk wel mee door gewoon te genieten van wat ik nu doe. En proberen om goed te zijn. En als het niet lukt, dan lukt het niet. En vandaag lukt het wel, dus daar ben ik heel blij mee. En nu tijd voor een biertje? Ja, ik denk dat vanavond wel kan.